daar de bank waarom zoveel te doen is geweest. Geen advocaat meer ter beschikking. Nu zit Van Basten er nog. Die zal dit kalenderjaar af gaan maken. Tenzij er al eerder een vervanger voor hem wordt gevonden. Maar zelden ging het zoveel over assistenten bij het Nederlands elftal. Sneijder. Promes, Willems, Promes. Het ziet er aardig uit. Promes. Wij leggen voor Wijnaldum. Het schot van Wijnaldum. Nou, dat is recht op Kernezes. Onder andere Van Breukelen. Balverlies van de Grieken leidt tot de kans, zou je zeggen, voor Nederland. En een doelpunt zelfs. Want het is geen buitenspel. En dan wordt Jansen bedankt voor een assist. En krijgt Wijnaldum het doelpunt achter zijn naam. Zomaar ingeleverd bij Berghuis. En dan doet Jansen dit goed. Geen buitenspel. Hij blijft rustig. En dan via een van de Grieken. En Wijnaldum verdwijnt die bal in het doel. Kortoenis. Lekker schot. Zo! En wat een redding ook. Van Zoet. Daar zat dus geen geluk bij. Heerlijke uithaal. Maar wat een geweldige redding van Jeroen Zoet. Goed meegegeven die bal. Torosidis. Voorzet is ook goed. En daar is het doelpunt. Ja, geen schijn van kans nu meer voor Zoet. Mitroglou scoort. En het is 1-1. Complimenten natuurlijk voor Vasileios Torosidis, die een perfecte voorzet geeft. Geen druk op de man die de voorzet geeft. En dan kan het voor het doel ook niet meer worden hersteld. Daar gaat er veel mis bij Oranje. Promes. Veel gaat via die linkerkant bij Oranje. Sneijder, ruimte voor het schot. En bijna nummer 30 in Oranje. Stroopman onderschept. Schorrig van Samaris. Berghuis even aangetikt. Jansen. Weer uit de spits weg. Dan zal schieten. Ja! Heerlijke uithaal van Vincent Jansen. Hij overleden. Oranje generaal. En een mooi applaus. Een mooi eerbetoon. Hij was er altijd. Goeie pasen. Daar is Jansen met zijn doelpunt. Nee. Uitstekend verdedigd. En nu dan de wissels. En heeft de PSV er twee internationals bij. Voor Prupper is het zijn tweede interland. En in zijn eigen Philips Stadion het interlanddebuut voor Jorrit Hendricks. Blind. Rustig gebleven. Dan raak je de bal wel voor de Grieken. Nog een keer Blind. Prupper. Wijnaldum. Prupper. Nederland met vier man eruit. Er is geen buitenspel. Jansen. Met druk voor zijn rechter. Dat kan ook. Ja, dat kan zeker. Bruma in de fout en daarna een overtreding. Maar een voordeel aan Mitroglou gegeven. En dan Red Zoet. Maar is de rebound daar. En staat Griekenland voor. Het doelpunt van de invaller. Giannis Giannotas. En Nederland roept het over zichzelf af. In dit geval wel letterlijk door een domme fout te maken. Maar hier leidt hij het balverlies. En wil hij dat inderdaad herstellen met een veel te wilde actie. Waarvoor ook zomaar geel gegeven had kunnen worden. Het schot van Mitroglou. En Zoet krijgt hem niet goed genoeg weg. Waar de frustratie. Ik van Van Basten, zegt Halle. Dit is Dost. Ah, dat is een kans hoor. En dan is het afgelopen. En is de conclusie met een striemend fluitconcert. Dit kan er ook nog wel bij. Bij alles wat er is gebeurd. Voor het eerst in de geschiedenis verliest Nederland
een interland van Griekenland.